Na afloop van RKZVC Hoogland staan we hier met beide trainers even kort na te praten over deze toch wel weer innoverende wedstrijd. Zeker een innoverende slotfase. En ik begin met trainer Raymond Prins van Hoogland, die hier toch wel met een beetje zuur gevoel zal gaan staan, of zal staan. Ja, nou, het is een beetje tweeledig. Aan de ene kant zuur dat we 2-0 voor staan met nog 10 minuten te spelen en ook nog tegen 10 man. En op dat moment had ik het idee dat we het aardig onder controle hadden. Hectische slotfase, uiteindelijk 2-2. Maar vooraf uit naar de koploper, en waren ook nog wat personele problemen. Dat je dan, als je het over de hele wedstrijd kijkt, waar we ook binnen 5 minuten misschien wel achter hadden kunnen komen, denk ik dat we ook wel blij mogen zijn met een punt. En Laurens, hoe kijk jij terug op deze wedstrijd die toch ook wel een beetje twee gezichten kende? Ja, dat klopt ook. Uiteindelijk moeten we tevreden zijn met een punt. 2-2, maar ik ben niet tevreden over de gehele wedstrijd. Want ik vond dat we heel goed begonnen. En in die fase hadden we eigenlijk op 1-0 moeten komen. Maar goed, we waren zorgen in het afwerken. Met name ook een schot op doel. En dat werkte zich helemaal door ook in ons spel. Want ik vond dat we na 15 minuten wel de grip op de wedstrijd kwijtraakten. Hun kwamen steeds meer op onze helft. Werden steeds gevaarlijker. En ik vind dat wij gewoon 30 minuten of 25 minuten van de eerste helft gewoon beneden ons niveau hebben gespeeld. En hoe is dat mogelijk? Zeker na het succes van vorige week, dat je toch ook in extremis toen wist te winnen in Meppel. En vervolgens heb je dat goede gevoel dan niet mee kunnen nemen. Hoe kan dat? Ja, dat is de onbeschreven wet van de voetballerij waarschijnlijk. Dus kijk, we hebben in principe donderdag prima getraind. We hebben dinsdagavond niet kunnen trainen, maar donderdagavond wel goed getraind. En goed, we hebben de laatste weken wel iedere keer wat gewisseld van formatie. Maar vandaag speelden we eigenlijk in onze favoriete formatie. En de sterkste opstelling wie in mijn ogen op dit moment kunt bedenken daarin. Nou, en dan blijkt het toch dat het niet goed op elkaar afgestemd is. Ook met het inpassen van Wout, zeg maar. Daar vraagt ook nog wel wat momentjes bij. Goede momenten bij, mindere momenten bij. Maar goed, we hebben een brede selectie. En dat vraagt om bepaalde keuzes. Maar het is dat wij vandaag niet elkaar heel goed konden vinden. Maar aan de ballen die goed genoeg waren. De kwaliteit aan de bal vond ik met name heel matig. Balverwerking vond ik niet goed. We hebben met tweede bal met name in linkerblok bij Mart. Lieten we daar eerst zelf ontzettend veel liggen. En ik vond die 1-0 restant, dat kon ik wel mee leven. Die was terecht. Ja, en dan heb je ook nog een rode kaart na ruim een half uur van Joey. Hoe heb je die gezien? Ik zeg wel dat het een overtreding was. Dat hij gewoon, ik denk, nou, dat komt geel aan. Dus maar goed, ik kon het niet exact zien. Maar bij ons waren ook enkele spelers bij die zeggen, ja, hij kan ook rood geven. En dat deed hij. Dus ik vond op zichzelf dat hij goed floort. Misschien wel iets te veel geel gaf. Zeker in de loop van de tweede helft. Maar goed, daar heb ik verder geen opmerking over. Dus. Oké, jullie waren bezig aan een hele mooie reeks. Die is natuurlijk niet helemaal onderbroken. Dus je staat nog hartstikke goed in die tweede periode. Wat is jullie doel voor dit seizoen? Nou, wij spelen nu voor het tweede keer in ons bestaan in de hoofdklasse. De eerste keer was van heel korte duur. Waren we na 1 jaar waren we helaas gedegradeerd. Dus we hebben maar 1 doel en dat we dit seizoen in de hoofdklasse blijven. En een goede klassering in die tweede periode, dat is alleen maar bijzaak? Nou ja, hoe meer punten we in die tweede periode halen, hoe dichter we bij handhaving komen. Dus ja, nee, dat is gewoon een mooie bijkomstigheid. Ja. We zijn begonnen in de competitie met 8 wedstrijden, hadden we pas 6 punten. Dus dat we er nu zo voor staan, dat is alleen maar mooi. Volgende week? Volgende week thuis tegen SDO. Dat is denk ik weer een mooi affiche voor jullie. Nou ja, als we het over een derby kunnen hebben, is dat de enige ploeg die nog een beetje bij ons in de buurt speelt. Dus op zich, ja, SDO, dat zijn altijd wel mooie wedstrijden. In het verleden hebben we ook vaak tegen elkaar gespeeld. Dus dat is weer een mooie wedstrijd om naar uit te kijken. En dat leeft ook bij jullie wel in de buurt? Nee, niet dat het een derby zou zijn met Bussum. Maar ja, wat vooral speelt en leeft, is dat we gewoon met heel veel eigen jongens het op dit moment heel goed doen. En dat proberen we zo lang mogelijk vol te houden. Ja. Laurens, ja goed, doelstelling duidelijk uitgesproken in de winterstop tijdens het verblijf op Gran Canaria om voor de titel te gaan. Nou goed, SDO verliest vandaag, dus eigenlijk is er nog niks aan de hand. Nee, maar dan had je weer maximaal moeten profiteren. We krijgen daar ook een pittige wedstrijd, net zo goed dat hun volgende week SDO hebben, moeten wij naar Dem toe. En ik vind Dem nog steeds een van de beste ploegen in onze klasse. Kijk, en als je bovenaan staat, moet je er ook niet meer indraaien, zeg maar meer. Nou, we hadden eerst voor linkerrijtje willen spelen. Nou, nu staan we op deze positie.
Nou, en iedereen gaat punten verliezen. Nou, en zolang ik kan blijven meedoen, ja, dan moet ik een doelstelling hebben. Dus ja, laten we maar uitspreken. We gaan voor de titel en dan zien we wel waar Skip eindigt. En uiteindelijk hebben we het al goed gedaan. Want als het goed is, eindigen we wel in het linker rijtje. Maar goed, om nou te zeggen van, hey, we hebben al een stukje doel gehaald. Nee, dan moet je maar iets nieuws gaan bedenken. En dan gaan we dit maar doen. Heren, bedankt voor jullie toelichting. En succes volgende week allebei in een topper. Dus ja, dankjewel. Dankjewel.